Vanaf 1908 woont Jacobe van Heemskerk in Domburg samen met Marie-Tak van Poortvliet. En Marie-Tak van Poortvliet is kunstverzamelaar. In datzelfde jaar komt Piet Mondriaan voor de allereerste keer naar de kunstenaarskolonie op aanraden van zijn vriend Jan Toorop. Met Mondriaan en Toorop deelt van Heemskerk een hang naar het moderne en het spirituele. Net als hen wil zij geen realiteit meer weergeven, maar een sfeer vangen. En door lichte, heldere kleuren in korte verfstreken naast elkaar te zetten, gaan ze bijna vibreren. En deze luministische werkwijze is het beste te zien in dit werk, Twee Bomen. In 1910 werkt ze samen met Piet Mondriaan en hij maakt dan een schets van dezelfde twee bomen. En die werkt hij in 1912 uit tot het cubistische schilderij Landschap. En in diezelfde periode gaat Jacobe van Heemskerk ook experimenteren met het cubisme. Hier hangt een klein schilderij van Jacobe van Heemskerk tussen twee grote werken van Wassily Kandinsky. We zien in dit schilderij dat ze eigenlijk een totale abstractie heeft bereikt. En toch gebruikt ze hier een beschrijvende titel, namelijk Landschap. En dat in 1920. En zo blijft ze eigenlijk steeds met begrippen als abstractie en figuratie spelen. We zijn hier in het depot van het Kunstmuseum Den Haag. En hier bewaren we onder meer een grote collectie van Jacobe van Heemskerk. Ik ga jullie een paar voorbeelden laten zien. Ik wil beginnen met dit werk, beeld nummer 10, omdat dat een enorm belangrijk werk is in het oeuvre van Van Heemskerk. Ze was in 1913 lid geworden van Der Sturm, een galerie van Herbert Walde, waar ook beroemde kunstenaars als Kandinsky en Frans Marc lid van waren. En ze had eigenlijk besloten, ik gebruik geen beschrijvende titels meer. Dus vanaf dit moment gebruikt ze steeds beeld, het Duitse woord voor beeld, en een nummer. Het is een heel baandoorbrekend werk. Het symboliseert eigenlijk het vinden van haar eigen vocabulaire. In het geel zien we eigenlijk een soort vlek met zwarte stipjes. En het is het symbool voor nieuw leven. Het is eigenlijk een soort stamper van een bloem. Dus hier vindt ze echt haar eigen manier van uitdrukken. We staan hier bij beeld nummer 65, een schilderij dat Jacobe van Heemskerk schilderde in 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog. Je ziet ook, het is een apocalyptisch landschap. Een paarse baan die slingert eigenlijk over dat landschap heen. En alleen die driehoeken geven nog een symbool van hoop, eigenlijk weer een hoop op betere tijden. Jacobe van Heemskerk leende dat symbool van Kandinsky. Kandinsky zag abstractie als een symbool voor een nieuwe spirituele wereldorde. En Jacobe van Heemskerk wordt ook steeds abstracter in haar werk, maar ze zal altijd een referentie blijven maken naar de natuurlijke wereld. En dat zien we eigenlijk heel goed in dit werk, beeld nummer 84. En dat lijkt eigenlijk een heel abstract werk, want wat is hier nu natuurlijk aan, zou je kunnen zeggen. Maar de ondertitel is Portret van een kind. In 1915 werd zij lid van de Antroposofische Vereniging. En die werd geleid door Rudolf Steiner. En die had allerlei ideeën over kleur. En eigenlijk onder invloed van hem en van zijn ideeën wilde zij haar kleuren leuchtend geistlich maken. Dus lichtend geestelijk. En ze ontdekte dat ze helderziend was. En alleen helderzienden die kunnen auraportretten maken. En het is dus heel erg mooi, want hier met kleuren en lijnen drukt ze eigenlijk het innerlijk uit van het kind. En niet zijn uiterlijk, zoals eigenlijk in normale portretten gebeurt. We staan hier bij een houtsnede van Jacobe van Heemskerk. En het is heel bijzonder, want eigenlijk is er geen enkele andere kunstenaar wiens houtsneden zoveel zijn gebruikt voor de covers van het Der Sturm tijdschrift. En als we kijken naar deze houtsnede, dan zien we eigenlijk dat de boom in de voorgrond en de takken daarvan, dat is eigenlijk de basis voor de bomen van de takken in de achtergrond. En wat Jacobe van Heemskerk hier heel knap doet, is eigenlijk alle beeldelementen samentrekken. Dus het grote en het kleine, het verre en het nabije, maar ook de bomen en het bos. Hier zien we een glas in loodwerk van Jacobe van Heemskerk. De techniek waar ze echt in excelleert.
Hier kan ze haar kleuren echt leuchtend geislig maken. En wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat de loodlijnen eigenlijk de compositie bepalen. Die maken het ook heel abstract. Maar we herkennen toch nog wel heel veel elementen, zoals hier de zee. En hier zien we bijvoorbeeld wat zeilen, maar hier ook hele grote zeilen van schepen. Voor Jacobus van Heemskerk zijn schepen op zee een heel belangrijk thema. We zien ze heel vaak terug, ook bijvoorbeeld in haar schilderijen. En het is een heel belangrijk symbool, want voor haar is een schip op zee eigenlijk een reflectie van de reis die elk mens moet afleggen. We zien hier een glasmozaïek van Jacobus van Heemskerk uit 1920. De afbeelding van een boom, een belangrijk thema in haar oeuvre. En hier groeit eigenlijk uit de boom, groeien de takken rechtstreeks weer terug in de grond. Dus eigenlijk een gesloten kringloop waarin hemel en aarde samen worden gebracht. En ook dit werk is weer een reflectie van ideeën van Rudolf Steiner. Want hij zag na een cultuur die eigenlijk gedomineerd werd door het mannelijke, een tijdperk aanbreken waar het mannelijke en het vrouwelijke, het geestelijke en het materiële samen zouden komen en samen zouden werken. En ja, dat was voor hem eigenlijk een utopische gedachte.